U bent ontwikkeld door uw stamcultuur. En wat is uw stamcultuur? Dat is uw opvoeders, uw vader, uw moeder, uw eventuele grootouders of de mensen die u dan hebben opgevoed, moest het niet uw vader of uw moeder zijn, een bepaalde omgeving. En die heeft dat gedaan door u bepaalde waarden en normen mee te geven over het leven, een bepaalde communicatiestijl mee te geven en bepaalde overtuigingen mee te geven over wat kan en wat niet kan, wat jij kunt en wat jij niet kunt, wat mogelijk is in de wereld en wat niet mogelijk is in de wereld. En die omgeving, die stamcultuur, heeft je ook verwachtingen meegegeven. Wat mocht jij als mens verwachten? Met betrekking tot jezelf en het leven dat je gaat leiden. En dat wordt niet zo uitgesproken gezegd, dat is je opvoeding. Die opvoeding heeft geduurd tot, laten we zeggen, ja, de moment dat je thuis bent weggegaan. En zo op je 15, 16, 17, 18 jaar zal je gaan vechten met die opvoeding. Want je had recht op je eigen verwachtingen en je eigen leven. Toch was die opvoeding daar. En dat heeft u geïndoctrineerd en dat heeft u gevormd. Daarnaast is er ook een soort van gecreëerde omgeving. Uw vrienden, waar je tijd mee bent gaan spenderen. Daarnaast waren er mogelijk rolmodellen. Mensen waar je naar opkeek in je leven. Op jonge leeftijd, maar ook op latere leeftijd. Als ik u vandaag de vraag stel, wie zijn uw rolmodellen? En u kan niemand benoemen, dan mis je iets. Sommige mensen zeggen, maar ik heb geen rolmodellen nodig. Ah nee? Is dat zo? Ik heb geleerd dat de meest, ze zullen het niet altijd toegeven, maar de meest succesvolle ondernemers hebben mensen die hun inspireren, waar ze naar opkijken, waar ze van zeggen, ah, dat wil ik ook wel. Is daar ons leven niet voor een stukje op gebaseerd? We zien iets van, ah, dat vind ik ook wel leuk. Oh, dat zou ik ook wel willen. Of, oh, dat zou ik ook wel willen zijn. En je gaat dat bestuderen en dan kun je bepaalde kenmerken overnemen. Allee, in materialisme hebben we dat natuurlijk heel duidelijk. Hè? Als een horloge zou ik ook, als een handtas zou ik ook willen, als een paar schoenen zou ik ook. Daarom heb je van die paspoppen, hè, die verkleed staan in een etalage. Ah, dat zou ik ook wel willen hebben. Rolmodellen, inspirators. Wie zijn de mensen dat je onbewust of bewust bent gaan kopiëren? Wie zijn uw rolmodellen? Wie zijn de mensen die u inspireren? En dan zijn er de mensen waar dat je heel veel nabij bent geweest. Nabijheid, de law of proximity, de wet van nabijheid. De mensen waar dat je heel veel tijd mee spendeert, die hebben je ook ontwikkeld. En dan heb je ook training genoten. Vroeger was dat school. Maar je echte training, beste vrienden, die begint na school. In het grote leven, als je zelf op je benen staat. Wat heeft u gevormd? Wie heeft u gevormd? En daarnaast waren er ook uw ervaringen. Datgene wat je hebt meegemaakt en hoe dat je dat hebt gehandeld. Dat is de basis geweest van uw beïnvloeding. De beïnvloeding die leidt tot uw ontwikkeling. En uw ontwikkeling vandaag, beste vrienden, heeft bepaalde vaardigheden en expertises mee. En het zijn uw vaardigheden en expertises dat je vandaag ter beschikking hebt, dat je kunt inzetten om uiteindelijk een meer succesvolle marketing, verkoop, HR, organisatie, leiderschap te demonstreren, fiscale optimalisatie door te voeren. En dit zijn uw hard skills dat je nodig hebt als ondernemer. U moet een expert zijn in marketing, in verkoop, in HR, in organisatie, in leiderschap en u moet in kennis zijn van specifieke fiscale methodes om op een gezonde, gepaste manier, welke wettelijk is toegelaten, fiscaal te optimaliseren. Dat zijn uw hard skills dat je nodig hebt. Nu is mijn vraag, is uw ontwikkeling dat jij hebt genoten tot op vandaag in voldoende verbinding met je hard skills dat je nodig hebt om succesvol te kunnen ondernemen? Een goede schrijnwerker, die moet een schrijnwerkersbedrijf succesvol kunnen maken. Begrijp je? De dag van vandaag gaat het niet zozeer om die specifieke ene skill dat je meester bent, dat is geen garantie op succes meer. Want een succesvolle ondernemer, als je een hele goede schrijnwerker bent en je denkt dat dat je een business gaat maken, een succesvolle ondernemer kan 5 of 10 of 20 van die schrijnwerkers in dienst nemen en met die mensen samenwerken om een bedrijf succesvol te maken. Dat is een heel andere mindset.